Leo Beenhakker, je hebt zojuist de spelersgroep van Sparta toegesproken. Wat heb je allemaal gezegd? Daar gaat je niks aan. Dat is kleedkamerpraat. Hoe zag de... ongeschreven wet, hè? Kleedkamerdeur dicht en dan blijft dat ook onder ons. Ja. Wat voelde je wel? Hoe zag die groep eruit aangeslagen? Ja, het is gewoon... Ze ziet er niet aangeslagen uit, maar je weet dat bij iedereen in die kopjes een hoop gebeurt. Dat is logisch. Ik bedoel, als je een paar keer op rij verliest, dat is niet alleen des Sparta's. Dat is sport. En met name als je wat jongere jongens hebt, ja, dat hakt er eventjes in. En de kunst is natuurlijk om niet in zo'n rouwmoment te blijven hangen, want dat helpt ook niet. Ik bedoel, als je morgen met een zak aap je nek naar Helmond gaat, ja, dan hoef je net zo goed niet te gaan. Maar ja, dat is in wezen de kern van het verhaal natuurlijk. Waarom doe je het en hoe lang ga je het doen, deze functie? Nou, ik ga het maximaal doen tot het eind van het seizoen. En mogelijk als er eerder een oplossing is voor een wat structurele oplossing, dan zal het korter zijn. Maar en waarom? Waarom zou ik het niet doen? Ik ben sinds een maand of twee heel zijdelings betrokken bij deze club als lid van de Raad van Commissarissen. Weer een nieuwe ervaring in mijn carrière. Daar ben ik nog nooit geweest. En op een gegeven moment zie je dat bepaalde dingen escaleren en onrustig worden. En dan krijg je dat verzoek om dit, wat je meerdere malen in je carrière gedaan hebt, om dat voor een ad interim periode te doen. En dat je daarmee de mensen die je dat verzoek doen denken dat je ze daarmee kan helpen. Nou ja, en dan zeg je ja. Maar kan je in relatief korte periode veel doen bij een ploeg die eigenlijk al is uitgeschakeld voor de titel en het eigenlijk alleen nog maar van de nacompetitie moet hebben? Nou ja, je kan in ieder geval, punt 1, kan je proberen om hier en daar die zak aardappelen van de nek weg te halen. Ik bedoel, ik heb wel eens als trainer ook wel eens in zulke situaties gezeten. Dus je hebt in wezen je ervaring hoe je daarmee omgaat en hoe je de boodschap overbrengt aan die spelers. En punt 2, moet je natuurlijk, en dat is een puur technisch verhaal met de staf, moet je natuurlijk richten op de nacompetitie. Nou ja, en daar kun je ook een aantal voorbereidende maatregelen voor nemen. In de keuze van je speelwijze, je keuze naar de spelers toe, de manier van spelen enzovoort. Om je zonder de volgende wedstrijd te vergeten, want die is de allerbelangrijkste. Want je gaat gewoon naar Helmond om te winnen, laat dat duidelijk zijn. Maar je kan dus wel een bepaalde lijn ook uitzetten richting in de nacompetitie. Moet het accent liggen en moet het gebeuren? Dan heb je het over spelers 100% fit maken die het nu niet zijn enzovoort. Zorgen dat ze juist op dat moment kunnen pieken en in vorm kunnen zijn. Nou, dat heeft te maken met je trainingsprogramma enzovoort. Ja, en daar heb ik toch een klein beetje ervaring in. Dus als je dat met elkaar deelt en nog steeds volledig onder de autoriteit van Gert Kruis. Want laat duidelijk zijn, daar kom ik niet aan, daar zal ik nooit aankomen. Hij moet het doen met zijn staf en met zijn spelers. Maar het is wel lekker om daar af en toe eventjes over te praten. Kon William Vloed dat niet? Dat weet ik niet. Dat moet je mij niet vragen. Denk je wel dat door deze ingreep de rust wat meer terugkeert, ook rond de spelersgroep? Die hoop heb ik, ja. Het zal niet zo... Kijk, het is binnen heel Sparta erg onrustig. Maar dat vond ik vanaf het begin al. En als dat zo is, dat kun je niet in een handomdraai veranderen. Je kunt wel naar de verantwoordelijke mensen heel transparant zeggen wat je gaat doen en wat je aan het doen bent enzovoort. Maar ik vind wel dat je dus, en dat is ook een kwaliteit als speler en als staf zijnde, dat je moet proberen je daarvan af te schermen. Je gaat niet beter voetballen als je lekker steeds maar in je hoofd hebt dat het zo lekker onrustig is binnen een club. Je moet dat weg kunnen drukken. Je moet gewoon doen waar je voor bent. En waar je voor bent is hier voetballen. Al je kwaliteiten aanspreken om zo goed mogelijk te voetballen. Vooral ook zo goed mogelijk met elkaar te voetballen. En daar moet je mee bezig zijn in training en in wedstrijden. En voor de rest, hoe vervelend het ook is, ja, je moet je daarvan af kunnen schermen. Is dit geen persoonlijke degradatie voor William Vloed? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hij dat ervaart. Ik wil nogmaals benadrukken dat het eerste idee om zijn beide functies te scheiden is mede van hem afgekomen. Maar het lijkt of het een beetje de chique oplossing is voor iets wat eigenlijk noodzakelijk was. Dat weet ik dus niet. Luister, ik ben hier zondag niet geweest. Ik had andere verplichtingen. Ik weet dat er zondagavond een gesprek is geweest tussen Willem Brugge, Raad van Commissarissen en een aantal belangrijke mensen in deze club. Daar is een samenspraak geweest en daar is onder andere ook door Wiljan
de suggestie gedaan dat het misschien een goede oplossing zou kunnen zijn om wat meer rust te creëren binnen de hele club, om die twee portefeuilles uit elkaar te halen. En toen pas heb ik het verzoek gekregen, zondagavond laat, om of ik beschikbaar was om dat voor een korte periode, ad interim zoals dat heet, te doen. Tot maximaal eind van het seizoen, mogelijk zoveel korter als er een structurele oplossing voor deze portefeuille komt. Daar heb ik een nachtje over geslapen en toen heb ik ja gezegd. En daarna heb ik een heel goed gesprek gehad met William over de taakverdeling. Dat we duidelijk allebei autonoom kunnen werken. Hij op het gebied van zijn algemeen directeurschap, ik op het gebied van technische zaken. Dat we beide autonoom werken. We hebben dus goede werkafspraken gemaakt. Ja, en dan is het voor mij voldoende. En het waarom en het hoe, ik vind het helemaal niet zo interessant. Dit gebeurt. We weten, soms gebeuren zulke dingen in het voetballen. Er is gerommel bij de Graafschap, er is gerommel bij Roda. Ja, we zitten nou eenmaal in een hele, hele opportunistische en emotionele wereld wat dat betreft. En dan gaat het voor mij er alleen maar om, hoe ga je er verder mee om? Dus wat allemaal gisteren is gebeurd, vind ik niet interessant. Alleen maar vandaag en morgen. Ben je blij dat je elke dag weer betrokken bent bij een club? Nou, blij. Ik heb niet staan te trappelen, moet ik zeggen. Want zo langzamerhand moet je er een keer een punt aan draaien. Maar ja, ik vind het wel leuk. Ik bedoel, het is 47 jaar mijn wereld geweest. Het is al die jaren, mag ik nu best terugkijken en zeggen, het is de mooiste periode van mijn leven geweest. Ook met allerlei ups en downs, maar het is echt de mooiste periode geweest. En dat ik dat dan nog even mag doen, dat vind ik heel leuk. En met name wat dichter bij die groep. En daarbij komt, wil ik toch ook even vermelden, dat er wordt volgend jaar ook nog gevoeld bij Sparta. Dus iedereen is toch nu al bezig om zijn spelersoep door te lichten, te kijken hoe het volgend jaar, contracten die aflopen enzovoort. Dus dat is ook dan een deel van de werkzaamheden die je op je neemt. Ja.